Zo dus, dat dus. Daar gaat Ja, goedenavond. Hallo. Nou. Contractje maar afmaken dan. Ja, contractje, waar was ik mee bezig geweest? Veld 7, oh, megalap. Ja, lekker lapje. Allemaal gelijk okay. Voor weg te brengen. Ja, pakken we de ik was auto. Achtergekomen om dus, als ik, ik kan inloggen op de server nog een keer extra. Even kijken hoor. Zo snel inloggen kan ik nu als administrator. Ja. Dat ben ik nu ondertussen. En dan krijg ik er dus mogelijkheden bij om dus ook die contracten in te stellen. Ja, dat klopt. Dat en is nieuw. En heb ik ingesteld op de reward plus 40%. Oh, netjes. En de lease kost min 20%. Kijk, later ja. Kan ik hem niet krijgen. Nee, maar mooi. Dus of die moet misschien op nul staan, geen idee eigenlijk. Ja, en je kan ook lazy aanzetten of zo, hè? Lazy arbeider, ja. Maar dat ja, is ja. Allemaal het Engels en dan moet ik even alles vertalen, wil ik het een beetje kunnen. Ja, lazy contractor of lazy farmer of. Lazy farmer. En die kan ja. Ik aan of uitzetten. Dat betekent dat. Dat de boeren heel lui zijn hier en dat ze meer werk aan de contractors, zoals ons, overlaten of niet. Geloof ik. Weet ik niet helemaal meer precies. Ja. Maar dat moeten we even is keer bekijken. Is actief, dus als actief is de NPC. Ja. Wat is NPC? Ja, dat zijn voor mij die boeren. Farmers. Oh ja. More often skip work. On their fields. So ja. More contracts can be offered. Ja, precies. Dus dat je is kan, inderdaad kan wat ik nog apart aanzetten. Van oogsten, zaaien, ploegen, cultiveren, bemesten of weiden. Wieden. Ja, ja, dan kan je dus inderdaad aangeven dat de boeren hier in de buurt lui zijn en dat ze meer werk voor ons overlaten. Dus je kan en het aantal contracten kan je ook aanpassen, ja. Toch? Heb ik ook ergens gezien. Nou, ook het aantal actieve contracten. Dat bedoel ik, ja. Die wij kunnen accepteren. Die heb ja. Ik op unlimited gezet. Goed zo, mooi. En voor de rest... En staat er geen expiry of zo bij? Bij die contracten aantal? Nee, ja, gewoon daar ergens in dat menu. Dit is wel een higher difficulty. Nee, dat zou ik niet doen. En een field per shares discount. Oh ja, dat is als je een nieuw land koopt, als je korting krijgt. Als je erop gewerkt hebt. Oké. Okay. Dat is ook wel interessant om aan te zetten. Maar die andere, die difficulty, zou ik gewoon op easy of zo zetten. Die staat op uit. Oh ja, nou dan denk ik dat ze niet verlopen, maar dat weet ik en niet zeker. En even kijken. Nee, doe die field pressures discount actief ja. Discounts per complete contract 5%. Ja. 8%, 11%, 14%. Dat zijn de mogelijkheden die we hebben. Ja, dat betekent dus dat de prijs van een land naar beneden gaat als je er een keer op gewerkt hebt. En weer een keer naar beneden gaat als je er weer op gewerkt hebt. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld land 20 wil kopen en je hebt er 10 keer op gewerkt, dan heb je al een hoop korting. Ja. Dan zou ik bijvoorbeeld op 14% zetten, dan zou je heel veel korting. Dat is wel hoog. Dat is wel heel hoog. Ja. Gewoon op 5 laten staan? Ja, denk het wel. Denk het wel. En number of discounts affected jobs. Dus zoveel landen hebben het effect op. Hoe meer contracten je op dat ene veld doet, hoe nee, meer... Nee, jobs. Er staat toch jobs? Ja. Nou, dat betekent denk ik dat je dan maximaal 5 keer korting krijgt als die op 5 staat. Dus en reduced vijf... max discounts... EG, ja, precies. Discounts per contract is 11%, number of jobs is 3,
Maximaal discount is 33%. Ja, precies. Dus als jij die op 10 zet en je zet die andere op 5 en je hebt 10 keer gewerkt, heb je dus 50% korting. Ja, ja. Nou, hij zit nu op 5 en 5. 5% en 5 jobs. Nou, dan kunnen wij dus als we 5 jobs hebben gedaan, 25% korting op dat land krijgen. Ja, zoiets. Dat is wel nice, toch? En dan zou je die andere ook gaan zetten, lazy workers. Ja, dan heb je meer contracten, meer werk. En meer wat ze maar zetten, oogsten, zaaien. Ik vind zelf oogsten altijd wel interessant, maar ik weet natuurlijk niet, even kijken in het menu. Ik heb elk bemesten vind ik zelf ook altijd wel leuk. Dat brengt lekker veel op en het is niet heel veel werk. Ja, ik ook openstaan dan. Maar oogsten vind ik vooral heel leuk, omdat je dan... Ja. Ja, je hebt gewoon een hoop... Ja. Nou ja, doen we dat toch even voorlopig zoals daar ik al de hand pas. Een hoop geld eigenlijk. Want cultiveren bijvoorbeeld, dat brengt eigenlijk geen reet op. Ben je zo lang bezig en dan heb je... Ja, fijn. Dus zelf doe ik altijd bemesten en oogsten en... Nou, dat heb ik aanstaan en dan kijken we wel eventjes. Ja. En maar een expiry of zo, staat dat er nog ergens bij de difficulty, bij de informatie? Dat zou ik zo snel niet... Nee. Oké. Okay. Wel deadline, maar die stelt me uit, dus dan kan het niet... Ja, deadline. Dat staat uit. Ja. Kan je nu niet bij? Ja, dan moet ik hem gewoon helemaal aanzetten. Hoe bedoel je? Difficulty staat bovenaan. Staat eerst activeren, ja of nee? Oh ja, en als die... Nou, dan kunnen we nu gewoon een nacht overslaan. Dan blijft het gewoon staan, want ze verlopen niet. Nou, dan gaan we het gewoon proberen. Dat is ook goed. Ja, gewoon nacht overdraaien dan eerst. Oh, wacht even. Weet je zeker dat je dit contract wilt? Nee, dat weet ik niet. Ik druk het verkeerde knopje. Escape. Ja, maar probeer even. Dan is het licht. Dat is waar. En als dat uitstaat, dan moet dat goed gaan, hè? Ja, daar gaat ie. Hoppa, moet u wel gelijk naar de koeien kijken zo, hè? Want dat loopt dat in één keer... Ja, meestal als die vol zit, dan kun je er 10 dagen mee doen, geloof ik. Ja, goedemorgen, meneer de boer. Ja hoor, we zijn er weer. Even, gelijk even kijken naar de koeien hier, hoor. Even kijken, ja. Ah, nee, dat gaat nog goed. Oké. Dat gaat nog goed. Ik ga eens even die kant op lopen. Hebben we hier nog iets? Hebben we hier er wat... hier wou ik eigenlijk nog eens iets van een schuur bouwen. Waar ben jij nou? Oh, daar. Ik was hier even. Wat kan? Ik heb het ooit een keer eerder al deze map geprobeerd. De andere kant is schuur afbreken tegenover. Ja. En dan vanaf die zonnepanelen starten met bouwen zo'nzelfde schuur. En gelijk er nog één tegenaan zetten. Dan kunnen er 2 samen goed is. Oh ja, dat kan ook. En dat kan aan deze kant ook in feite. Maar dan deze loods hoeven niet af te breken. Ja, precies. Maar ik vind die loods aan de overkant eigenlijk irritant met die palen. Ja, die heb je niet zonder. Nee, precies. En anders zit je met die doorgang en je die aan deze loods hebben. Nou, dat vind ik nog minder. Hoe met de? Deze, die met die roldeuren. Oh ja, nee, dat is, nee, dat is ook niet veel inderdaad. Okay. Ik heb ook van dezezelfde loods, die zijn dan 3 keer zo groot in 1 stuk. Ja, dat is ook niks. Nee. Maar dan kunnen we even zien. En die hier tegenover kan je wel netjes tegen elkaar aanzetten dan? Nagenoeg. Oké. Dus dat zou nog een optie wezen. Maar tenminste even dat contract verder gaan dan... gaan we zeker doen. Moet er nog iets naartoe? Volgens mij staat daar een keeper en ik was met deze bezig om die silo leeg te rijden. Wow, mooie keeper hè. Wow. Mm. Dus dat zijn eigenlijk 2 dingen waar ik dan mee bezig was tussendoor. Oké. Ja, nee, ik snap het. Ik ga wel even kijken op 7 en dan... En daar staat onze kleine keeper nog. Ja, oké. Okay. Er zijn toch 2 combines in. Oké, en wat is het voor product dan? Op dat land? Ja. Ja, dat stond in dat contract. Nice. Oh, lekker hakselen. Nee, het is gewoon combine. Van de keer. Oh ja. En de kipper is vol. Nee, daar staat geloof ik een halve. Weet het niet. Hé, bij mij staat... dat is grappig. Bij mij staat Max nu in één keer onderaan. In de K.
kippen dat die vol zit. In het blauwe balkje. Oké. Okay. Eerst even kijken waar ik mijn product naartoe moet brengen. En op de achtergrond zie ik de trekker in de bomen rijden. Nee, ik heb in ieder geval de... Just. Heb je al een helper gebruikt? Ja. En hoe is dat? Nee, geen afrekening van gezien. Oké. Okay. Helemaal geen? Nog niet, nee. Heb ik niet meer online geweest. Oké. Kunnen we zelf zien, het was natuurlijk dan de gisteren loonbetaling. Ja, maar hij staat nu knijters hoog en ik had al voor 9000 ja. euro aan helpers. Ja, ja, dat staat hij ook op, ja. Ja, ik had, wat was ik aan het doen, weet ik het. Ik denk, ja, ik kan dit echt niet alleen. Oh ja, die gerst en zo, joh. Ik heb twee velden gerst en hooi en heel de bende gedaan. Dat was wel mooi, hoor. Richard heeft het ook nog... afgemaakt stuk. Ja. Dat daar hebben we een hoop mee verdiend ook, hoor. Leuk. Dat vond ik gewoon eens leuk. Denk, oh Ger, ik wou natuurlijk aardappelen. Dat zei ik al tegen jou, hè. Mm-hmm. Maar ik denk, nou, dat is een beetje te gek nog. Gek werk. Dus, ik ga die gerst doen. Dan kan ik dat hooi wegrijden. Ja, en dan had je op een hoopje geknikkerd. Ja, klopt. Met een balen maken natuurlijk nog mooier. Ja, maar ja, wat zei ze? Ja, daarom. Ja, dat was niet zo heel efficiënt, want ik had het allemaal van het land afgehaald, omdat ik het land wou afsluiten, het contract wou afsluiten. Toen dacht ik, rijd ik alles er even snel af. Voor ik alles daar op een hoop. Ja. Dan rijd ik het later wel weg. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje... Ja, zo heb je wel eens wat. Ja, klopt. De diesel op of zo. Hè. Ja, heb ik gezien. Stil dat je maf kezen. En ik helemaal naar de winkel om een auto met een gereedschapswagen te huren. En, was toch lachen, dat stukje helemaal niet aan. Ja, dat is wel grappig. Weet je nog een extra filmpje in compilatie van gemaakt? Ja, ik heb het gezien. Leuk. Ja, dat vond ik de moeite wel waard. Zoiets van, nou, doe ik het niet meer eventjes. Het, Ja, tuurlijk. Mooi. Ja, zeker. Volgens mij wordt in deze trekker ook een frontgewicht als je hier die bult afrijdt, want die op het heen en weer is niet normaal. Nou, we hebben er een, hè. Bij deze keeper is hij echt wel een beetje onstabiel op de voorkant. Ja, het ligt er ook wel een beetje aan wat je erin doet, denk ik. Nou ja, dat zal wel kunnen, maar... Ja, zit hij in de film een beetje met trekkracht te kraken, hè? Oh ja? Kunnen. Ja. Huh? Oh, zo. Ging wel even 80 met de combine. Ja, een lek. Ja. Maar jij zei met die kleine kar. En toen zei jij oh ja, ik weet niet of een beetje licht trekkertje zei je toen. Oh, dat kan wel. Jongen. Het is ook geen zware. Je kwam gewoon met 28 boven. Ik dacht, dan zal hij wel zeggen, oh, dat zal mee, ik zal een goede trekker, maar nee, helaas. Maar een stukje heb ik gezien dan van... met die rode van mijn. Die rode? Die MF. Dat die. Die moet nog komen, zeker. Ja, die moet nog komen, dan denk ik. Was ik met Richard, was ik met jou? Ballen maken.
Hoe was het met jou? Het ging dus zo langzaam omhoog. Ja, dat kan wel, ja. Het warme baal, maar jij was het overste. Ja, dat, ja, er staat wel iets van bij me. Ja, toen moest ik al een keer die heuvel op bij een contract was dat. Ik heb een baal ervan gedraaid. Ja. En toen ging ik ook met 2, 3, 4 naar boven toe. Ja. Als die silo straks leeg is trouwens, kan die ook even aan de kant. En dan kan natuurlijk makkelijk de silo ook later tegen die schuur aangezet worden. Ja, misschien moeten we dat straks maar eens even een beetje gaan doen. Trekken we even alles eruit. En ik hier bijvoorbeeld nog 470 liter gerst in zit. En ik zeg van ja, daar ga ik niet apart voor rijden, dat kost te veel. Nee, wat je wel zou kunnen doen is een bijvullen met dingen. Ja, dat kan. Met de multi. Hé, maar dan hebben we een mooi filmpje toch? De boerderij verbouwen. Of nieuw bouwen op de boerderij. Ja. Nou, ik heb 470 liter gerstwinst. Ja. Gooi ik gewoon tanden eroverheen. Moeten wij nog... Dat is een halve kieven. Hoe heet dat? Moeten wij nog... Ik ben het even kwijt. Nou ja, komt wel weer straks. Moet je nog veel uit de silo rijden? Even kijken. Ik heb nu nog koolzaad, een keeper en een beetje zorg. En voor de rest is die leeg. Ja. Hij is bijna leeg al. Ja, de rest dus we zouden straks silo's even kunnen gaan verbouwen dan. Ja, moet we even die kapschuur leeg rijden. Even alles aan de kant. En waar ga jij trouwens heen zo meteen? Ik rijd naar het zuiden, naar de... Ja, wat moet je niet aan het zuiden doen, alles in het zuiden. En waar ben je nu dan? Ik ben nu op de boerderij net geladen. Ik ga nu die kant op. Moet even spieken. Ik heb dan ga maar even langs links dan. Haven erin zitten en die moet ik zo verlegen bij... Je staat nu bij de hooischuur. Ja, ik moet bij Johnson's Farm wezen. Ik weet niet, waar moet ik naartoe? Waar moet jij naartoe? Je moet een andere. Je moet naar de graanmolen volgens mij. Ontbijtgranenfabriek, waar is dat dan? Dat is bijna aan het eind van de map. Oké, dan want mijn combine zit nu ook vol. Ja, ik kom elke keer bij jou langs. Ja, daarom. Ik stap even in die trekker. Even mijn combine hier neer, die laat ik even draaien met de pijp open. Je mag alvast wel gaan rijden, dan haal ik je alleen als je er bent. Nou, wat is dat nou? Dat is toch ook niet gezellig? Oh, je ja, daar kom je. Dit is leuk. Die doe ik ook weer in mijn video staan. Zo. Oh ja, dan koppel ik mijn trailer af. Geen idee of die nou loopt of niet van mij, maar... Rijden en lopen door drie. Nee, maar film. Oh. Weet nooit wat er gebeurt onderweg, hè? Nee, dat is waar. Ik haal het vol gas, heel rekenen. Ja, ik denk, paal naar mijn trekker is niet eens gerepareerd. Oh ja, ik denk het wel. Ja, die knuffelde wat door op wat. Ja. En daar was je zelf bij. Nee, dat was met Richard. Oh. Kijk, wat rij je hard. 63 naar beneden, maar kijk hier, maar kan je sturen. Wow, wat doe je? Ja, dat is... Ik heb trouwens, ik heb mijn trekker nu uitstekend onder controle. Een tipje voor jou ook misschien. Ik zal even kijken naar mijn instellingen, want ik heb een instelling gevonden dat ik zeg van ja. Het is een beetje wennen in het begin, maar ik zal gelijk wel eens even kijken voor jou. Toetsen, toch? Nee, hoe was dat?
Instellingen. Oh ja, instellingen en dan. Kijk weer naar mooi. Bij besturing. Even kijken. Dat tandwieltje, vanuit... zeg maar. Het tandwieltje zonder trekkertje. Ja. En heb je, als je die schuifbalk ongeveer iets onder het midden zet, heb je besturing staan. Ja, heb ik. Ja, en dan heb je terugstuursnelheid. Ja. Die heb ik op 100 gezet. En die daaronder... Stuurgevoeligheid. Ja, die heb ik op 200 staan nu. En ik vind dat, ik vind dat, je kan ook gewoon hard door de bocht dan als het ware. Oh, dat denk ik dan wel om. Ja, maar dan sta je wel eens haaks om. Omdat die heel snel gaat sturen. Ineens. Ja, dat is ook gewend wezen, denk ik. Dat was, maar dat was bij mij. Maar ja, goed, jij bent natuurlijk wel anders stuur, dus ik weet niet. Dat is geluk. Ik moet nu eigenlijk... mijn stuur eigenlijk meer draaien wil de trekker doen. Ja, je moet, het ligt eraan hoe jij bent ook zelf. Kijk, ik draai heel rustig aan dat stuur, dus bij mij ging dat niet lekker. Ik maar moet toch altijd al een halve slag geven. Ja, precies. Ik heb een dubbel slagstuur, ik kan 360 graden draaien. Oh ja, dan staat die bij jou misschien wat te hoog, maar goed, daar kan je mee spelen natuurlijk. Ja. Maar ik vind het nu echt, Want normaal als je gaat slingeren, want die terugstuursnelheid, stond die bij jou ook al op 100? Ja, dat wel. Ah ja. Ja, die stond bij mij... op 50 geloof ik. Ja, maar die stond bij mij dus ook lager en dat merk je dus ook. Maar nu is het gewoon als je stuur loslaat, dan gaat die ook redelijk snel weer terug. Ja, op die manier, ja, natuurlijk. Is dat die bij die rode containers waar ik moet lossen? Ik weet niet. Ja, ik sta er volgens mij wel bij, maar dan doen ze op die map zo'n enorm grote uitroepteken. Ja, dat is, daar moet je achteruit naartoe rijden, geloof ik. Ja, wel hè. Ja, deze. Is gewoon goed. Ik kan niet missen. Nee, ik sta mis. Echt waar? Ik sta bij... Oh nee, wel, ik sta wel goed. Ja. Als je nu helemaal inzoomt op de grote map, bij het escape menu... Ja, je ziet een dingetje met zo'n loopbandje staan en zo'n uitroepteken. Ja, en dat uitroepteken staat erboven, zeg maar. Ja. Klopt. Maar goed, maakt niet uit. Het is wel de goeie. Precies. Blijft er nou weer 800 kilo in de kippen zitten. Eerst even een gewichtje eraan halen. Is hier iets raars aan de hand? Heb je mij een berichtje gedaan? Huh? Zijn je nou een berichtje gedaan? Nee, een gewichtje. Oh. Hé, hey, er blijft hier 800 liter in mijn kipper zitten. Oh. Hoe kan dat? En ik krijg het er niet uit. Ik sta nou in jouw kipper. Ik zal ze uitstappen, moet jij eens proberen.
Hij is leeg. Die is bij jou leeg. Ja. Als ik er één kijk, is hij ook leeg, ja. Oké, dan ga ik er weer in dan. Nee, 800 liter. Als ik erin kijk, zit er nog 4% in. Ik zie ook gewoon mais liggen. Rijden en vullen en gaan, weet ik veel. Ja. Het is goed, hè? Dat is gek. Ja, schrijffoutje. Nou, misschien ja, schrijffoutje. Dat komt denk ik omdat ik heel eventjes uit de game ging. Terwijl ik aan het lossen was. Ja, dat zou kunnen. Want ik moest even naar de OBS kijken, hè. Kijk. Karretje even vol. En dan besteden we nu 2600 beetje euro's. En hebben we straks weer 8 terug. Makkelijk. Ja, ik ga niet meer halve karren rijden, schillen. Nee. Maar we hadden wel lekker gespaard. Ja, ik had ook nog een paar contractjes gedaan. Ik had nog een beetje bemest. Oh ja. Ja, drie stuks geloof ik. Ja, ik had er drie gedaan. Met de giertank of niet? Nee, nee. Maar dan moest ik veld 1, 2 en 3 moest ik zoveel op en neer rijden. Ik wil eigenlijk binnenkort een keer een tweede tank aanschaffen. Een grote. Ja. Groot. Eigenlijk gewoon een complete bemestingsunit. Oké. Okay, units. Dus ja, dat moet je eerst nog wel flink sparen. De giertank voor op het land. Ja. Vul silobak. Hoe noem je het? Zo'n giertank naast het veld. En eentje om heen en weer te rijden. Ja, juist. Bijvoorbeeld. Dat is wel leuk. En een beetje breder injector. Ja, natuurlijk. Ik voorheen neem het wel meer dan met de vrachtwagen en een tankauto op het land meerijden met de bemester. Mm-hmm. En dan direct zo overhevelen in de tank en dan, ja, als hij weer leeg was, door. Ja. En dan bleef je gewoon eigenlijk op het land meerijden, maar ja, dat is natuurlijk minder realistisch. Ja. Dus, ja, ja, het kan. Even kijken, moet ik hier zijn. Koolzet gaat naar... Heb jij dat ook wel eens als je uit een voertuig stapt, dat die uitgaat? Hoort niet te zijn. Nee, maar net zoals nu... Dat kun je stellen, maar bij mij is het in ieder geval niet. Dan ben ik uit de combine gestapt en is die gewoon uitgegaan. Niet echt het goede plan, maar... Soms wel eens irritant. Ja. Yeah. Op weer 20.000, 30.000. Oh, net niet. Dan hadden we pas ook net geen 4. Ik even aanpassen, we hebben 4. Nog een liter of wat erbij gegooid. Ja. Het gewichtje werkt, maar het is nog niet ideaal. Maar ik een zwaarder gewicht aan. Weet ik wel. Oké, nog zwaarder. Ik weet niet hoeveel kilo het sturen? Is. Ja, daar merk ik niet echt direct heel veel verschil in. Oké, dat kan ik. Just. En de ruimte op de schijf was weer meer geworden. Ja, die staat is heel behoorlijk vol. En dat is dan de hoofdschijf. Niet eens de schijf waar we toen al toe gezet hebben. Oké. Ja. Oké dan. Ik ga er maar weer aan staan. Ja, daar staan de mods nog wel op, toch? Ja.
dat verandert niks aan. Nee, ik weet niet hoe zwaar die mods waren. Paar en been. Ja, daarom wel. Maar kijken we nog wel een keer naar. Precies. Dan wachten we de schermen wel even een keer. En gaan we, ja precies dat. Gaan we nog met die snelheid aan de gang van de voertuigen? Ja, zou ik ook bedenken van, stel dat je het instelt, is dat dan in de mod aanpassen? Of is dat ook nog aan te passen in game? In de save game moet je dat doen, volgens mij. Oh. Tenminste, daar wil ik zelf mee gaan proberen. Even een keertje. Sta ik er niet op onder zeker. Of je bedoelt die mod die ik had gevonden? Die derde, onderaan het rijtje, die kon ik niet pakken, openen. Ik zag het ook dat ik later zelf nog op diezelfde link klikte, ja, maar ik heb hem zelf wel gedownload. Bij mij staat hij ook al in mijn mods. Maar dat werkt namelijk zo dat je, als je een voertuig koopt, kan je dat instellen. Maar als je een voertuig al hebt, volgens mij niet meer. Oh. Ook niet in het configuratie. Ja, dan zou je naar de winkel moeten rijden als je die mod hebt. En dan doe je aanpassen. Ja, dat kunnen we hier ook ter plekke doen. Oké. Een reparatiehokje hier naast de dingen staan. Naast de boerderij. Oh, kan je daar ook configureren nog? Altijd. Ook andere banden dan bijvoorbeeld? Ja, ja. Ja, nou dan zou het met die mod zou je dan dat moeten doen. En dan kan je die snelheid dus een bepaald aantal naar boven en naar beneden zetten. Oké. Dus je kan het ook niet te gek maken, zeg maar, met die mod. Je kan ook niet zeggen van ik ga met 50 over dat land, dat kan niet. Nee, oké. Ik kan wel even de gein doen. Ja, dan moet je die mod even aanpassen. Maar dat is dus die laatste die jij had erop gezet. Klopt, ja. Ik zet dan zo wel even bij mijn eigen op de cloud. Kan ik van mij pakken. Ja. Ik heb het zelf ook nog niet getest of zo hoor, dus ik zal hem anders eerst wel even. Ja. Testen of zo kijken. Ik wil toch binnenkort nog eens even in de log kijken hoe het allemaal gaat. Nu een paar mods erbij. We hebben natuurlijk nog een paar fouten staan. Maar die zijn niet zo belangrijk. Nee. Nee, ik heb in die log zie ik niet veel bijzonders eigenlijk. Niet, geen errors. Ja, een paar. Ja, dan moet ik een keer naar kijken even. Ja, daarom. Maar dat ga ik ook nog een keer doen even. En dan gewoon even kijken van welke mods zijn er slecht bijvoorbeeld. Hey, nou, als ze echt slecht zijn, geeft hij ook gewoon aan. Met kleuren erbij. Die voorheen sowieso al. Als het rood is, dan start is helemaal niet op. Is het oranje, is het twijfelachtig iets. En dan gooi ik ze er altijd uit en denk ze niet gebruiken. Nee, precies. Ja, ik snap het. En bijvoorbeeld als ze goed gekut zijn door Giant, dan doen ze het sowieso. Ja, maar het is niet zo dat als ze goed gekut zijn, dat ze dan ook foutloos zijn. Niet altijd, maar dan zijn ze wel uitvoerig getest door hun. Ja, precies. Ze hebben natuurlijk ontwikkelaars bij hun ook, of in ieder geval niet bij hun, gewoon overal op de wereld. Die dingen maken, denk ik. Die hun ook gewoon vertrouwd zijn. Ja, klopt. Maar ik hou zelf gewoon niet van mods met fouten of warnings. Ik heb ETS ook. Maar ik geloof ook niet dat hun dat niet direct dat toe zouden laten. Nee, precies. Dat is bij ETS wel anders hoor. Dat is zo. Ik heb nu heel veel mods. Van mijn eigen als het ware, die heb ik gewoon allemaal eruit getrokken, aangepast zelf. En toen gewoon in mijn modmap gezet. Dus die worden ook niet meer geüpdate, maar dan zijn ze wel foutloos. Ja. Soms zeg maar kleine dingetje, dan denk ik, ja als je nou iets maakt, doe het dan gewoon 100% goed. Ja, dan gaan we vaak over een punt en een komma, te veel of te weinig. Ja, of verkeerde naam gebruikt, of weet ik het wat.
of iets niet gedefinieerd, weet je wel. Je moet in zo'n mod, moet je alles, eigenlijk alles wat je doet, moet het spel weten wat het is, wat je ermee heet. Dus zelfs de naam moet je gewoon iets zetten. Dan doe je maar mod 3, of weet ik veel. En ook de categorie bijvoorbeeld. Hey, is het een traffic mod? Is het een lampenmod? En dan zetten ze niks neer, want dat is niet zo heel belangrijk. Nee, maar je krijgt er wel allemaal fouten en warnings van. Ja. Dus vult dat gewoon in en simpel. Wil je er nog een keeper bij hem? Dat kan. Ik zit op 88, dus.